We moeten eigenlijk het verkeer gaan regelen hier. Hoe is het? Ja, meneer. Alles goed? Ja, we moeten nog niet. Hoe staan we hier de foto's af hier? Ja, nog eventjes moeten we verkeer regelen hier, want het wordt druk. Ja, het is zeker druk vanmiddag hoor. We moeten wel oppassen met zo'n boot. Dit is de Rebel waar je de toaster voor bij wil gaan. Hij komt vanaf die kant ook wel in de afzeilen. We moeten wel uitkijken nou. Ja, dat is dat. Later was de eerste, toen de boot. Maar ja, het gaat meestal wel goed hier. Ja, wel. Ja, als je een boot of zo, dan wel gelukkig van deze kant. Want als je nagaat dat het 24 uur per dag zo gaat, ja. En 's nachts door, en toch gaat het goed. Ja. En dan weet waar ze maar zitten om te kijken wat het goed gaat. Dan gaan we rook, daar hebben we de post. Ja. Dan vinden al die bruggen, dan daar bekeken. Maar ja, ze hebben ook radar en alles, hè? Ja, daarom juist. Al die schepen hebben allemaal radar. Als het s'nachts hebben gegaan. Want als het mistig is of een beetje slecht zicht. En erg donker. Ja. Ah, het mooiste vind ik die duwboten nog. Met die duwbakken. Ja. Dat is vandaag nog niet zo. Ik heb ze nog niet veel. Nee, maar. Ik heb gehoord dat ligt zo'n. Zo'n in het Roergebied, Duisburg, ligt die centrale ligt plat. Ja, en ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Ik weet ook niet of die nog opgestart gaat worden. Want die hele staalindustrie schijnt ook niet zo best te lopen nou. Je wordt het zeggen dan. Ik heb ons de draaien mensen hier in het plat op dat wij betaald hebben gedaan. Ja, maar ze worden ook vaak later weer opnieuw opgestart door, met onder andere naam. Altijd. En waar woont u dan? Hierachter. Ah, daarachter, hè? Als je naar de zuidelijke. Oké. Ja. Mijn hond en ik zijn elke dag hier. Ja. Ja, of daar ginds. Kijk, het is hier altijd. Ik ben net bij de andere haven nog geweest, bij Roon. Bij Roon? Ja, daar ligt mijn jacht. Daar ligt mijn jacht. Oh, nou. Nee hoor. En kijk hier nou. Heb je die jachten gezien die daar liggen? Links en rechts kan je daar kijken. Heb jij die jachten gezien die daar liggen? Ja, ik heb het zelf. In de jachthaven? Ja, die jachthaven, maar. Ja, dames, wel een beetje vreemd geweest. Oké. Nou, de mensen die nu in de auto zitten, die zullen wel blij zijn als de grote kleine is. Ja, we moeten pas dat de twee tegelijk gaan, anders komen we pas wat verlichten. Net is er ook nog een koopstof voorbij. Ja, heb ik gezien. Een blauwe. Ja. Het is wel gaaf. Ja, hij doet het weer. Ja, dat wel. Dan gaat hij weer naar beneden. Ja, als het goed is. Ja. Want vaak doet hij het ook niet, hè? Nee, dat heb ik echt gewoon. We gaan naar de goede kant. Ja, weinig er last van. Ja. Dan is hij heel anders, hè, zonder bril. Ja, ik denk dat het gewoon niet bestaat. Heel verkeerd juist.
Dan kun je zien wat een bril kan doen, hè? En heeft hij zijn mondmasker nog niet op. Dat ken je helemaal niet meer met een mondmasker. Ja. En dat komt dadelijk allemaal weer terug. Als het griepseizoen weer terugkomt. Als wat? Als de griep, na de winter krijg je weer griepperiode. Ja, maar die werd anders als deze die er nou hoor is. Die Hugo de Jonge streng, hè? Ja, moet ook wel. Dat is de schoolmeester van de lagere school. Ja, nou, die hebben ze nodig. Tuurlijk. Dan moet je geen professor neerzetten. Nee. Want die weet er veel te goed. Gewoon die oude schoolmeesters. Oude schoolmeester van de kleine kinderen. Ja, ik heb er wel een paar gehad hoor. Schoolmeesters. Nou. Zo'n vrouwen hebben het ook nog gehad. Op de lagere school. Ja, veel. Op de kleuterschool had ik zelfs een schooljuffrouw. Zegt u? Kleuterschool. Ja, de kleuterschool, de schooljuffrouw. Ja, hebben jullie allemaal gehad op de kleuterschool. Hey. Kleuterschool ben ik cum laude geslaagd. Kleuterschool? Cum laude. Ja, dacht ik wel. Dat zie je wel uit. Ja, natuurlijk. Dank u wel, meneer. Ja, ja. Maar ik vind het hier hartstikke mooi, jongens. Ja, hier. Ze kunnen zeggen van Hoogvliet wat ze willen. Maar ik vind het een hele mooie omgeving hier. Ja, de omgeving is schitterend. De schoen was daar. Hoewel bloemen daar altijd Hoogvliet, had er nooit wonen. Maar Annie en ik zijn allebei tegen elkaar. Ik ken oud-collega's die hebben hier gewoond en die hebben zo spijt dat ze weg zijn. Ja, van die brug. Hij is een beetje blafferig de laatste tijd. Dat komt, hij kan al niet praten. Maar dat komt misschien nog wel. Maar hij, als, hij heeft het verstand wel om te kunnen praten. Ja. Alleen ze heeft geen stembanden. Als hij dat zou hebben, zou hij veel kunnen zeggen. Ja, dacht ik wel. Want alles wat ik tegen hem zeg, verstaat hij. Ja, begrijpt hij. Ongelooflijk. Ja, de rest draait wel. We hebben goede hersens, hè? Hé, Barro? En nou? Moet hij gaan eten? Ja, goed. En dat weet hij. Gaan we eten, Barro? Nou, dat weet hij wel. Ja, hij draait daar gelijk op. Ja. Ik zijn naam draait, hè? Gaat hij maar aankijken? Maar dan staat hij in de startblokken. Ja. Ja, Baro. Barootje, dat is meneer, hè? Die ken je wel, hè? Zo. Maar het is lekker weer, hè? Ja, het was vandaag zo lekker, hè? Ja, want kijk, ik heb een hekel.